wolf kijkt sip naar het houten bord aan de stam. Dat heeft hij daar een hele tijd geleden bevestigd. Niet zo triest, zegt Nes. Ik heb groot nieuws. O ja, wat dan? Een beetje geduld, wolf. Ik vertel het zo meteen aan alle boekens tegelijk. Nes klimt via de touwladder in de boom. Wolf volgt haar op de voet. Pier, Mie, Pas en Boe zitten in een kring rond het spelbord. Ze spelen het monsterspeltje, vier in een kring. Nes heeft haar vriendje Pier een kus op de wang. Mie is een beetje jaloers. Kreeg zij van Wolf ook maar eens een kus. Ik heb groot nieuws, zegt Nes. Nu even niet, reageert Pies. Eerst moeten we ons spelletje uitspelen. Ik wil het nu horen, spreekt Wolf Pier tegen. Dat spelletje kunnen jullie straks verder spelen. Ik ben ook wel nieuwsgierig, zegt Pas. Ook Boe en Mie willen weten wat Nes te vertellen heeft. Oké, zeg het dan, maar zegt Pier. Een beetje kwaad gooit het deksel op het los van het spel. We hebben een opdracht als detective, zegt Nes enthousiast. Wolf juicht luid en maakt een huilend geluid, zoals alleen wolven dat kunnen.